Karin Brouwers, 2019 wordt een belangrijk jaar, maar 2018 was dat ook. Er waren gemeenteraadsverkiezingen. Ja. U was actief in Leuven. Ja. Is dat iets wat u ligt, verkiezingen en verkiezingscampagnes? Campagnes wel. Verkiezingen op zich zijn altijd een beetje spannend, maar ik doe zeer graag campagnes. Ik vind dat fantastisch om u eens dagenlang tussen de mensen te smijten, op markten, bij huisbezoeken, te horen wat er allemaal leeft. Ik vind dat altijd een fantastische periode om eens eventjes niet naar hier te moeten komen of allee, dat het politieke leven toch een beetje stil ligt en dat je dan eigenlijk campagne kunt voeren, je programma gaan uitleggen, mensen proberen te overtuigen. Ik denk, moest ik niet in de politiek gezeten hebben, dan zou ik ook wel verkoopster of zo geworden zijn. Of in de marketing gezeten hebben. Ik overtuig heel graag mensen en ik ben ook heel graag bezig met de voorbereiding, filmpjes maken, mooie foldertjes in elkaar steken. Ik vind dat echt, dat is voor mij eigenlijk een heel welkome afwisseling tussen de vele vergaderingen door. Ja. Luisteren de mensen nog? In Leuven alleszins wel. Daar lag het veld helemaal open en had ik het gevoel dat mensen er echt wel mee bezig waren, ook met de inhoud, met welke voorstellen dat je kwam en zo. Ik vond eigenlijk dat er een grotere luisterbereidheid was dan vroeger, waar dat het toch altijd dezelfde burgemeester ging zijn en mensen het idee hadden dat hun stem niet veel uitmaakte. Deze keer vond ik echt wel dat ze voelden dat ze een verschil konden maken en heel bewust ook wel gekozen hebben. Ik denk dat wel, ja. En je hebt met Mohamed Ridouani de eerste allochtone burgemeester met allochtone roots voor de centrumstad in Vlaanderen. Klopt, ja. Vindt u dat belangrijk? Ik denk dat daarmee ook een signaal wordt gegeven. Ja, ik was zelf toch wel geschrokken van de enorme score die hij had gehaald. Mm-hmm. We wisten dat hij het goed ging doen, absoluut. Hij was ook een goede schepen. Maar zo'n score neerzetten, dat is toch ook wel ergens een signaal van de kiezer dat men daar klaar voor is. Het is ook een goede collega, dus ik wens hem alle succes toe, absoluut. We werken ook verder samen, maar we hebben Groen er wel moeten bijpakken, omdat we niet meer aan een meerderheid kwamen met CD&V en SPA. Maar goed, dat loopt wel en ik hoop dat wij daar als centrumpartij toch nog een beetje de positie kunnen innemen om een aantal zaken die misschien wat te progressief zouden kunnen zijn voor een gemiddelde Leuvenaar toch wat te temperen waar het nodig is. Ik denk dat dat onze rol wel zal zijn in die coalitie. Ja, want u zit er wel in een toch wel linkse kamp eigenlijk, met SPA. Laten we dat centrum progressief noemen. dat is zo. Hè. Ik denk dat je daar ook niet rond de pot moet rijden. Dat is waar. Maar we hebben wel ons eigen programma dat we nu proberen in te brengen, ook in de beleidsnota die binnen enkele maanden dan in de nieuwe gemeenteraad zal voorgesteld worden. En waar wij toch ook onze accenten nog willen terugvinden, uiteraard. Ja. Ja, maar CD&V blijft zich profileren als een machtspartij. Een machtspartij. Een partij die aan de macht wil zijn en die coalities wil vormen? Een partij die vooral een programma wil realiseren voor de mensen. Is dat macht? Ja, daar heb je macht voor nodig. Maar ik denk niet dat wij een pure machtspartij zijn. Wij zijn een partij die voor de inhoud gaat. We hadden een heel goed uitgebouwd programma en we wensen dat nu verder te realiseren. Zij het in een iets andere samenstelling met Groen erbij, die het ook zeer goed hadden gedaan. Dus dat is de wil van de kiezer. En dan moet je samen zoeken naar goede compromissen. Ja, in mei zijn er verkiezingen voor dit Vlaams parlement. U ambieert een nieuw mandaat? De lijsten zijn nog niet samengesteld, maar ik zou het graag verder zetten, ja. Ja. En wil u dan voortbouwen op uw werk van de vorige of van deze legislatuur? Ja, uiteraard. Het lijkt me logisch dat een aantal zaken waar dat je in gespecialiseerd hebt, bij mij is dat een stukje openbaar vervoer, media, dat ik daar verder in kan werken, maar ik ben altijd bereid om ook nieuwe terreinen te verkennen. Ik heb dat trouwens deze legislatuur gedaan. De vorige legislatuur zat ik nog in de commissie voor Binnenlands Bestuur. En uiteindelijk heb ik deze keer gekozen voor eens iets anders, cultuur en media. En dat is ook wel een heel interessante commissie gebleken. Dus ik ga daar nu geen uitspraken over doen. Ik zou graag verder zetten waar ik mee bezig ben, omdat je daar ondertussen een zekere specialisatie in hebt opgebouwd. Maar ik ben altijd bereid ook om nieuwe terreinen te verkennen. We zullen wel zien hoe die fractie dan ook samengesteld is. Want er komen misschien mensen uit bepaalde sectoren binnen die
die bepaalde zaken beter nog kunnen opvolgen. Dus dat moet je altijd een beetje afwegen, samen met de collega's bekijken. Daar beslis je eigenlijk niet alleen over. Ik beslis niet alleen over mijn plaats op de lijst, zeker niet. En ik beslis ook niet alleen welke commissies ik hier zou kunnen gaan volgen. Dus laten we dat allemaal nog een beetje afwachten. Het blijft een onzeker beroep. Het is absoluut een onzeker beroep, ja. En je voelt dat nu ook, dat de stress toeneemt, de lijstvormingen zijn bezig. En ja, er zijn collega's die er zeker nog zullen gaan bij zijn. De lijsttrekkers zijn trouwens al vastgelegd bij CD&V. Maar er zijn collega's die zullen afvallen ook. Er zijn er die met pensioen gaan. En dat geeft op dit ogenblik wel wat stress die doorheen het Vlaams parlement dwaalt. Of hoe moet ik dat zeggen? Waait. Ja. Maar dus ja, nee, we zijn... allemaal ja, aan het wachten hoe dat het zal lopen en wanneer we onze campagne kunnen starten. Karin Brouwers, u hebt het gezegd, CD&V is een centrumpartij. Maar toch zien we in deze samenleving meer en meer extremiteiten die naar voren komen, links en rechts. Zet u de PvdA op dezelfde als het Vlaams Belang wat dat betreft? Met dat verschil dat de PvdA tot op heden nog nooit verboden is geweest door een rechter als een racistische partij zou weggezet zijn of zo. Met dat verschil zet ik ze wel in het politieke spectrum, allebei bij de extreme. En wil ik eigenlijk ook met geen van beiden samenwerken vanuit onze centrumboodschap. Dat zou zeer, zeer moeilijk zijn. Uiteindelijk maak je coalities op basis van inhoud. En de partijen die zich extreem rechts of extreem links bevinden, ja, die staan te ver af van waar de CD&V voor staat. Dus ik kan me niet voorstellen dat je met een van beide partijen politieke afspraken zou gaan maken. Nu, dat cordon sanitaire rond het Belang is iets dat historisch is, dateert van 1991. Ja. U zegt zelf van, we willen niet samenwerken met die extremiteiten. Is dat op zich die wil niet voldoende? Moet dat echt nog in een soort formeel context gehouden worden? Ik heb dat niet nodig, CD&V heeft dat niet nodig, maar het bestaat. En ik denk ook niet dat er partijen zijn die er op dit ogenblik zelfs maar aan denken om die grens te gaan overschrijden. Het is goed dat dat formele pact er indertijd geweest is en dat is nadien ook bevestigd geweest in 2004 toen het Vlaams Belang effectief verboden geweest is door de rechter. Ze hebben dan wel hun naam veranderd, het was Vlaams Blok en ze hebben er Vlaams Belang van gemaakt. Bon, maar dat wil niet zeggen dat je ondertussen dat formele cordon sanitaire zou moeten gaan afschaffen op een of andere manier. Het is er, laat het, maar ik heb het niet nodig. Aan zich heb ik het niet nodig om te zeggen met die partij gaan wij geen coalitie maken. Dus ja, dat is een beetje het standpunt. Ja, ja. U hebt het mandaat hier in het Vlaams parlement. Nu, die communautaire problematiek zit in de koelkast. Misschien dat die er teruguit komt. Zou kunnen, hè? Is dat iets waar u, ja, hoe kijkt u dat tegenaan, tegen het feit dat die communautaire problematiek eigenlijk naar de achtergrond gaat? Ik denk dat dat een mogelijkheid heeft gegeven om met deze regeringen, zowel Vlaams als federaal, eindelijk eens werk te maken van de sociaal-economische thema's, de thema's waar mensen ook van wakker liggen, de zorg voor mensen, zorgen dat ook onze kinderen en kleinkinderen het later nog goed kunnen hebben, dat is ook belangrijk. En vroeger vond ik dat het soms te veel over staatshervormingen de ene na de andere ging. Belangrijk, ik zeg niet dat het niet belangrijk geweest is. Vlaanderen heeft nu ook een aantal zeer mooie bevoegdheden ook bijgekregen na de laatste staatshervorming. Ik denk maar aan de kinderbijslag die volledig hervormd is trouwens. Dus dat is op zich goed geweest, maar je kan niet van de legislatuur na legislatuur, van de ene staatshervorming na de andere politiek leven. Dat kan niet. Dan gaan die partijen die daar altijd op aansturen, ze hebben het trouwens niet verder gedaan, daar ook niet meer aan winnen. Want de mensen liggen daar toch minder wakker van, denk ik, dan van ja, de pensioenen, werkloosheidsvergoedingen, wat gaat daarmee gebeuren? Dat zijn de dingen die mensen belangrijk vinden, maar die ook voor je economie belangrijk zijn, dat je daar op een goede manier mee omgaat. En staatshervormingen, ja, ik pleit niet meteen voor een nieuwe. Ik denk dat we nu net bewezen hebben door dat eens
daar eens niet mee bezig te zijn, dat we tenminste met andere zaken konden bezig zijn, politiek. En dat gaat over heel veel zaken. Hè. Niet alleen, ik zeg nu het sociaal-economische, ja, maar ook andere zaken natuurlijk. Justitie bijvoorbeeld. Hè. Als je ziet wat Koen Geens allemaal heeft kunnen realiseren op die 4 jaar, dat is gigantisch. Die heeft verschillende wetboeken hervormd. Dat is ongelooflijk, maar daar was ook ruimte voor. En anders zijn al die ministers bezig om toch maar te kijken of de volgende staatshervorming niet te veel van hun bevoegdheden naar een ander parlement zou gaan overdragen. Dat is ook niet, denk ik, de boodschap waar de mensen van wakker liggen. Ja, veel gehoorde opmerkingen in de wandelgangen van parlementen is dat politieke partijen zoeken naar aansluiting bij jongeren. Dat blijkt moeilijk te zijn. Jongeren stemmen niet meer ideologisch, die stemmen eigenlijk ja, per project, of hoe moet je het omschrijven? Goh, ik weet niet, de eerste analyses zijn nog niet echt binnen. Hè. Dus de meer grondige, de eerste misschien wel, maar de meer grondige analyses van de laatste verkiezingen, die zijn nu nog niet binnen. Dus ik durf nu zomaar niet beweren dat jongeren niet zouden weten op wat ze stemmen of waarvoor ze stemmen. Ik denk dat die redelijk bewust bezig zijn, toch ook. Zeker de eerste kiezers. Ik heb dat ondervonden. Ik had er thuis 3 die de eerste keer mochten gaan stemmen. En zij hebben dat toch wel wat gevolgd allemaal. Ik denk niet dat die... Ja, dat elke jonge kiezer in het stemhokje toekomt en zegt, wat ga ik nu eens doen? Het zullen er wel veel zijn, maar dat is bij de oudere bevolking ook. Ik vind het een beetje te gemakkelijk om te zeggen, de jongeren weten niet meer op wie of wat ze moeten stemmen. Ik denk dat er een aantal zelfs zeer intensief mee bezig zijn. Als ik zie hoe dat de jongerenbeweging in mijn eigen partij de laatste jaren weer gegroeid is, dat wij terug nieuwe jongeren aantrekken bij CD&V, dat is eigenlijk lang geleden dat op die manier terug in gang is gekomen. Dus ik durf dat eigenlijk zo niet zeggen. Wat dat wel is natuurlijk, er is heel veel fake news. Zoals u daarnet ook zei, de extremen groeien. En dat maakt het natuurlijk wat moeilijker om nog goede keuzes te maken, misschien voor mensen, omdat ze toch afgaan op fake news. Dat is heel gevaarlijk, dat werkt polarisering in de hand. En zowel jong als oud gaan zich wel eens laten misleiden. Ik lees nog in een krant dat fake news toch altijd ergens blijft hangen in de herinnering en dat mensen er toch altijd iets van geloven. Maar dat is zo gevaarlijk. Dat is zo gevaarlijk. Ik denk dat wij ons ook al allemaal eens hebben laten vangen aan fake news, hoogstwaarschijnlijk. Dus daar wordt het niet gemakkelijker gemaakt om te kiezen voor de mensen. Ja. Maar wij proberen het dan wel gemakkelijk te maken door te zeggen, je moet die extremen niet geloven, je moet het fake news niet geloven. Ga gewoon naar het centrum, het midden, een partij die iedereen mee wil in de maatschappij, die altijd zoekt naar evenwichtige beslissingen, die voor iedereen goed zijn, voor jong en oud. Dat is eigenlijk waar wij met CD&V voor staan. En ik moet toegeven dat het moeilijk wordt in de huidige omstandigheden. Zeker als er grotere partijen daaraan beginnen mee te doen. Ik hoop dat iedereen het hoofd een beetje koel houdt naar 2019 toe, om toch een fatsoenlijk debat te kunnen hebben in de verkiezingscampagnes die komen. Karin Brouwers, het klimaat is een van de materies die u hier opvolgt in het Vlaams parlement. Er zijn nogal wat doelstellingen die moeten gerealiseerd worden, zowel Europa tegen 2030... de uitstoot van alle wagens van het volledige wagenpark met 40% verminderen. Is dat een realistisch uitgangspunt? Het zal wel moeten. Ik denk als we van klimaat niet een van de topprioriteiten gaan maken, dan gaan we met de grote gevolgen geconfronteerd worden binnen 10, 20, 30 jaar, later ook nog. Maar dan gaan de gevolgen economisch ook veel, veel groter zijn. Dus we moeten daar een topprioriteit van maken. Ik zit in de commissie Mobiliteit, waar dat klimaat natuurlijk ook zijdelings wel aan bod komt, omdat natuurlijk de transportsector voor toch wel ongeveer 35% verantwoordelijk is voor de vervuilende, de CO2-uitstoot, vervuilende stoffen en luchtvervuiling. We moeten dat toch ook in ons achterhoofd houden. Dat is dramatisch wat daar gebeurt. Dat kost
voor België, dat zijn geen cijfers voor Vlaanderen, maar voor België kost, is de kost van de luchtvervuiling 8 miljard per jaar. En door luchtvervuiling zijn er jaarlijks 13.000 doden. 13.000 doden in België enkel en alleen door luchtvervuiling. Ik denk dat we dat dus echt wel moeten aanpakken. En ik heb het net gezegd, transport is daar een van de grote oorzaken. Transport op fossiele brandstoffen. Dus we zullen moeten evolueren naar emissieloos. En we hebben daar een aantal plannen, zoals het luchtbeleidsplan, het klimaatbeleidsplan. Dat zijn plannen die momenteel in een eindfase zitten op Vlaams niveau. Federaal moet daar ook nog tussen komen. Enfin, die plannen die hebben eigenlijk perspectief 2030 en 2050. En ik moet zeggen dat wij als partij met die plannen akkoord gaan. Maar we zouden eigenlijk wel verder willen gaan. Ik ga een voorbeeldje geven rond openbaar vervoer bijvoorbeeld. Zegt het plan in Vlaanderen nu, in 2030 zouden alle bussen in stedelijke centra emissieloos moeten rijden. Wij zeggen nee, in heel Vlaanderen zouden de bussen emissieloos moeten rijden tegen 2030. Dat betekent dat je veel sneller die waterstof- of elektrische bussen gaat moeten gaan bestellen. We hebben nu afgesproken om vanaf 2019 geen dieselbussen meer te bestellen bij de lijn, maar we zouden een stapje verder willen gaan en bij een volgende bestelling al veel meer elektrische bussen bestellen. Nu zijn er bijvoorbeeld in Brugge nog maar 3 elektrische bussen die daar rondrijden, 5 waterstofbussen in Antwerpen en er zijn 7 extra elektrische bussen besteld voor Gent en Leuven. Ja, dat is peanuts. Als je ziet dat bijvoorbeeld Nederland bij VDL, dat is een Vlaams bedrijf dat bussen produceert, dat bussen maakt, 192 elektrische bussen heeft besteld. Dat Duitsland bij Van Hool, een andere grote Vlaamse busbouwer, 40 waterstofbussen heeft besteld. Ja, waar blijft Vlaanderen? We moeten daarin een stap vooruit zetten en we voelen soms wel als CD&V dat andere partners daar wat op de rem staan. Ja, we zouden daar echt verder willen gaan. En u zegt, is dat wel realistisch? Wel, we moeten naar een klimaatrealisme gaan in plaats van een klimaatrelativisme. Je kan die problemen niet relativeren. We zitten daarmee en we zullen daar grote stappen vooruit moeten zetten. En ik vind het dan ook wel de taak van parlementsleden om daarin ministers, ook al zijn ze niet van uw partij, aan te jagen om toch een stapje verder te zetten. Ja, maar als ik u zo bezig hoor, dan denk ik, is dat precies niet het probleem? Dat die sense of urgency te laat is gekomen bij de politieke wereld? Ik denk dat de sense of urgency er ondertussen wel is, maar de stappen die men dan wil zetten, ja, toch altijd dat men daar een beetje op de rem gaat staan. Een beetje angst voor wat is het gevolg voor de economie enzovoort. Maar ik denk dat we net moeten gaan investeren ook in die innovatieve, milieuvriendelijke economie. Dat gaat ook jobs opleveren. Dus ik denk dat we daar echt, ja, de sense of urgency is er, maar we voelen aan andere partijen dat die er misschien nog iets minder is. Als ik zie, voor het hele, het heeft nu niet met luchtkwaliteit te maken, maar het statiegeld. Wij hebben dat willen invoeren, maar ja, het is er niet doorgekomen. Onze minister wou het statiegeld doorvoeren. Statiegeld op blikjes bedoelt u? Op blikjes en op PMD. Ja, dat is natuurlijk, het klinkt niet populair, het klinkt als een halve belasting, maar dat was natuurlijk niet zo. Maar door soms foute perceptie van de voorstellen gaan ze dan niet door. Ja, maar zo zetten we geen stappen vooruit. Dus ik vind dat we daar, als we nog iets te zeggen hebben na volgende verkiezingen, zeker een punt van gaan moeten maken. In het volgende regeerakkoord moeten alle zaken rond klimaat veel, veel duidelijker opgelijst worden. En we moeten ook, er is daar net die top geweest in Katowice, dat is eigenlijk erg dat wij niet bij de High Ambition Coalition hebben kunnen aansluiten, omdat er hier een beetje over en weer tussen federaal en Vlaams gewest, alsjeblieft zeg, daar moeten we zo snel mogelijk dan bij aansluiten, als alle plannen dan klaar zijn, gewestelijk federaal, denk ik ook wel dat we dat kunnen doen. Maar we willen dat dan allemaal nog eens gaan bestuderen. Er is geen tijd meer om te bestuderen. We moeten daar vooruit, echt waar. Ik denk dat het onderschat wordt. Ik denk dat een aantal partijen de gevolgen nog altijd onderschatten. Ik hoor toch vanuit Antwerpen, we gaan ook zelf aan exploitatie doen van trams en metro's. Dat is al niet meer dat vervoer op maat, waar de vervoerregio's in principe wel een stukje zelf aan exploitatie gaan kunnen doen.
Dat lijkt er een beetje op dat men stilaan gaat naar een ontmanteling van de lijn, een terugkeer naar de situatie van voor de oprichting van de lijn. En daar zal CD&V toch niet mee akkoord kunnen gaan. Karin Brouwers, we hebben u ook gevraagd van een eigen fragment te kiezen. U hebt gekozen voor een debat over een regionaal vervoersbedrijf in Vlaanderen. Wil dat zeggen dat elke stad dan zijn eigen bussen kreeg? Wel, dat leek er een beetje op. Hè. Op een bepaald moment heeft Antwerpen gezegd, goh, de Antwerpse schepen tenminste van mobiliteit, ik wil mijn eigen regionaal vervoersbedrijf. Iedereen verschoot hier een beetje, want de minister van de eigen partij is bezig met een heel nieuw systeem van openbaar vervoer op te zetten. Dat heet basisbereikbaarheid. Dat ontwerp moet nog in het parlement besproken worden de volgende maanden. Maar daar zit net in dat we gaan werken, niet stad per stad, maar met vervoerregio's. En waar dat de afgevaardigden van die regio's, burgemeesters, schepenen van mobiliteit, dat valt allemaal nog te bezien wie daar gaat inzitten. Maar zij gaan echt volwaardige inspraak krijgen in het openbaar vervoerbeleid binnen hun regio. En het was dus een beetje gek dat die vraag plots kwam van Antwerpen, vooral omdat ze dan zelf de minister hebben die eigenlijk met een ander systeem bezig is, waar we toch niet met een eigen de lijn per stad of zelfs niet per regio gaan werken. We gaan wel werken met een vervoer op maat voor die last mile, die laatste kilometer, zodat we daar geen grote bussen meer naartoe moeten sturen. En voor dat vervoer op maat gaan de gemeenten binnen die vervoerregio ook alles te zeggen hebben. Maar het is ook niet de bedoeling, dat hopen wij toch, dat die tarieven dan overal anders gaan zijn. Dus het moet ook nog mogelijk zijn dat ik als Vlaams-Brabander vervoer op maat kan bestellen als ik toevallig in Antwerpen s'avonds laat nog een of andere taxi nodig heb die dan in dat vervoer op maat zou zitten. Dus we moeten toch zorgen dat er nog ergens een common ground is, dat er nog een systeem is dat geïntegreerd werkt. En dat zal een stuk kunnen via de nieuwe technologie, hoop ik, via apps enzovoort. Iedereen moet op een gemakkelijke manier gebruik gaan kunnen maken van het openbaar vervoer, zoals dat nu ook bij de lijn is. Je koopt een abonnement, dat is in heel Vlaanderen geldig. Als we daarvan gaan afstappen, dat gaan de mensen ook niet meer fijn vinden. Ja. En aangezien dat vervoer op maat binnen die regio's op een eigen manier georganiseerd gaat worden, dreigt het er een beetje naartoe te gaan. We moeten toch zien hoe dat daarmee omgegaan wordt. Maar dan ben ik eigenlijk al een stap in de discussie aan het zetten. Ja. Ik vond het vooral een beetje raar, die vraag toen, of dat... Maar u hebt toen die redenering ook in het parlement gebracht, wat u hier nu brengt. Ja. En we hebben toen applaus gekregen van bijna alle banken, om het zo te noemen. Ja. En dat deed u eigenlijk wel plezier. Ja, dat is de reden waarom ik dit fragment koos. Ik vond dat emotioneel een opsteker, dat je eens een heel groot applaus krijgt van de collega's. Maar dat had natuurlijk te maken met het feit dat ik gezegd had, want er was daar zo een mini-discussie ontstaan over hoeveel het lidmaatschap van de N-VA was het dan toch wel niet zou kosten. Was het 5 euro, 12,5 euro? Ik heb gezegd, maar dat interesseert geen mens. Laten we het eens hebben over wat de mensen wel interesseert. Hoeveel kost mijn bus nog? En ga ik mijn abonnement of een gemakkelijk systeem, mijn kaart, liefst voor verschillende systemen, nog kunnen gebruiken, zowel aan de kust als in Limburg. En wij gaan eigenlijk ook nog een stap verder. Heel die basisbereikbaarheid, je moet daar fietsdelen, autodelen, parkeren. Je zou er heel veel aan kunnen koppelen rond mobiliteit, dat je eigenlijk met één kaart verschillende functies kan gebruiken, dat je er eens een fiets kan huren, een auto, de bus, de tram, de trein. Daar moeten we naartoe. En ik zeg het, via technologie is er veel mogelijk, maar zeggenschap vanuit die lokale besturen is ook belangrijk. Hè? Dus dat is ook een vraag geweest van ons. Dus we gaan naar die twee richtingen. Ik wil hier toch ook even herinneren aan de uithaal van uw voorzitter op een prille lentedag dit jaar, waar dat ze vlak af in een tweet zei, ik wil ook mijn goesting blijven doen op tv en we gaan het doorspoelen van reclame toch zeker niet verbieden. Nu, ik heb hier de studie, ik zie daarin in de aanbevelingen het invoeren van unskippable reclame, dus dat men dat toch als een van de oplossingen naar de voren brengt. Karin Brouwers, u volgt ook media, dat is een van uw sterke aandachtspunten. Absoluut. Het fragment dat onze redactie gekozen heeft, moest eigenlijk wel een beetje over media gaan. Ja. En we zijn blijven stilstaan bij het doorspoelen van reclame. Dat is een grote uitdaging in de televisiesector, want het is een van de nieuwe digitale technieken. Mensen kunnen reclame doorspoelen, dat zijn minder inkomsten.
Dus die sector is natuurlijk vragende partij om dat te verbieden. Het is te zeggen, de zenders zijn daar vragende partij, de commerciële zenders, zoals een Medialaan. Ik moet zeggen, ik spoel ook regelmatig door. Als wij een programma opnemen, ja, dan wordt de reclame doorgespoeld. Het is inderdaad hinderlijk, omdat reclame niet altijd even interessant is, niet altijd even grappig is en dat soms ook veel te lang duurt. De zenders zeggen dan, we hebben die reclameinkomsten nodig om nog goede televisie te kunnen blijven maken. En we zijn in Vlaanderen natuurlijk wel verwend. We hebben hele goede topseries waar die zenders ook in investeren. Hè. Dus ze hebben die centen ook wel nodig. En die reclameinkomsten die verschuiven stilaan naar online, YouTube en dergelijke. En zij krijgen minder inkomsten binnen, ze krijgen sowieso minder reclame binnen. En die wordt dan nog eens doorgespoeld door de kijkers en vooral door de jongere kijkers. Ja, dan zie je, de toekomst ziet er dan niet zo goed uit voor de commerciële mediabedrijven, de zenders. En ze hebben hier ook 2 jaar geleden, heeft SBS hier al een bijna emotionele oproep gedaan van doe hier iets aan of wij bestaan niet meer binnen 2 à 3 jaar. Ja, dan begint je daar natuurlijk over na te denken. En het is goed geweest dat de minister een tweede studie besteld heeft bij Econopolis om dat allemaal eens te onderzoeken. Ze hebben inderdaad gezegd, ja, de trend blijft. En die is dus niet zo positief voor die zenders. En ze hebben voorstellen gedaan om daaraan te verhelpen. En een van die voorstellen van Econopolis is om gedeeltelijk de reclame niet meer doorspoelbaar te maken. Gedeeltelijk. Hè. Waar dat dan nu dikwijls 12 minuten reclame is, van daar 6 minuten van te maken en die niet meer door te spoelen. Wij zeggen hier in het parlement, ja, het is best dat die sectoren overeenkomen, want dan moeten ze gaan praten, dan moeten Medialaan en SBS gaan praten met Telenet, Proximus, Orange. Want zij zijn de distributeurs. Zij zijn daar eigenlijk de hoofdrolspeler om dat al dan niet technisch mogelijk te maken. En dat gesprek wil de minister faciliteren. Wij staan daar ook achter. Maar hoe dan ook, een wonderoplossing zal er niet zijn. Want zij moeten ook beseffen dat als de reclame niet meer doorspoelbaar zou zijn, dat veel mensen misschien nog meer naar online en naar de Netflixen van deze wereld gaan. Dus dan verliezen ze weer klanten, om het zo te zeggen. Dus ik denk dat er geen wondermiddel is. En ik hoop dat de sector een beetje een aantal voorstellen doet. Dus het doorspoelbaar maken, ja dan nee. Tegen betaling, ja dan nee. Ik denk dat daar ook wel businessmodellen rond te ontwikkelen zijn. Waar dat als je dat allemaal wil kunnen blijven doorspoelen, dat je misschien daarvoor dan betaalt. En dat degenen die zeggen die reclame kan me niet schelen, laat het maar op mij afkomen. Dat zij bij wijze van spreken gratis of aan een veel minder hoge kostprijs tv kunnen kijken. Maar dan moeten zij beslissen. Het is moeilijk vanuit de politiek om dit nu te gaan terugschroeven. Wat niet wil zeggen dat we verder kunnen investeren in het mediafonds bijvoorbeeld, om Vlaamse producties toch nog ook op andere manieren mogelijk te maken. Niet alleen uit gelden die zij zelf uit de markt halen, maar die dan ook vanuit een fonds door de overheid beheerd, ja, ter beschikking worden gesteld. Ja. Maar u zegt het daar, het is niet altijd evident als politicus om u te gaan mengen in een private mediabedrijf. De relatie tussen media en politici is sowieso al niet evident. Nee. Is het een toegevoegde waarde om in die commissie media te zetelen als politicus? Oh, ik heb daar enorm veel geleerd. Ik denk dat de media een van de snelst evoluerende sectoren is in de maatschappij. Als je ziet wat er allemaal op ons afkomt, iedereen kijkt tegenwoordig filmpjes op de smartphone, dat was 5 jaar geleden, 10 jaar geleden was dat helemaal nog niet het geval. Dus dat gaat bijzonder snel en ja, ik vind dat heel erg interessant om daar mee te kunnen de bouwstenen aanleveren via decreten om te zorgen dat bijvoorbeeld, ik had het daarnet over het mediafonds, de over de topspelers noemen wij dat dan, maar dat gaat dan over spelers zoals Netflix. Die komen hier volop op onze markt, hebben al 550.000 abonnees hier. Ja, en alle inkomsten die gaan weg uit Vlaanderen, die zitten hier niet. Dus om hen toch te dwingen om mee te investeren in Vlaamse series, Vlaamse producties, hebben we nu een decreet gestemd waarin zij ook een bijdrage zullen moeten leveren in dat mediafonds. Dus we kunnen wel dingen doen als overheid, maar we kunnen niet in de markt zodanig gaan ingrijpen
dat ze helemaal verstoord geraakt. Ze moeten het zelf oplossen en ik denk dat ze zullen gedwongen worden door de omstandigheden, omdat ja, die noodkreet van SBS een goed jaar, twee jaar geleden en nu Medialaan die oproept om eventueel een Vlaamse Netflix samen te gaan maken, dat zijn wel signalen die we wel oppikken, maar waar dat we met onze decreten niet veel aan gaan kunnen doen, ja. Tenzij dat je botweg zegt en vanaf nu mogen mensen de reclame niet meer doorspoelen. Daar vind je nooit een meerderheid voor. Maar we gaan wel oplossingen moeten zoeken. Ja. En als we kunnen helpen, gaan we dat zeker doen. Okay. Maar ja. Oké, we zullen zien wat 2019 brengt op dat vlak. Ik wens je alvast een jaar vol voldoening, persoonlijk en politiek. Dank je wel.